We gaan vandaag lekkere soufflakjes maken. Ik ga die extra groot maken. Dat is eigenlijk een monster soufflakjes. En wat heb je daarvoor nodig? Een spieringkotelet. Dus je hebt een spieringkotelet die in koteletten worden gesneden. Maar je moet naar de slager vragen voor spieringkotelet een blok. Dus je vraagt je aantal kilo's wat je wilt hebben. En die vraagt je gewoon ontbeend in een blok, dus niet gesneden. En van die spierenkotelet gaan wij soufflakjes maken. De belangrijkste kruiden zijn oregano, peper, dat mag witte peper zijn of zwarte peper, zout, citroen, heel belangrijk, en olijfolie of maïsolie voor te mengen. En dat doen we allemaal in een kom. We gaan nu beginnen met ons spieringkotelet in blokjes te snijden. Dus die snijden we in schijfjes. En die mogen iets dikker dan 1 centimeter zijn. En ongeveer kleiner dan 2 centimeter. En daar gaan we blokjes van snijden. Dan gaan we allemaal in een kom doen. Met olijfolie of maïsolie. Een halve tas ongeveer. Zout. Je kunt achteraf nog altijd bijkruiden, dus dat hoeft niet te veel. Oregano. Peper. En doe maar een halve citroen zeker erin. En goed mengen. Onze kruiden zijn daarop en dat gaan we nu op een stokje steken.
Goed aandrukken. En die gaan we bakken. Kunt u ook gewoon in een pan bakken of in de oven. En wij pakken een grill. Dat is veel lekkerder. Een paar minuutjes en dan omdraaien. Ze mag zeker niet te lang. We laten het een paar minuutjes. En zo laten we het een paar minuutjes. En zo nog eens omdraaien. Dan zijn die bijna klaar. Dus die zijn eigenlijk klaar. We gaan nog eens kijken. Ja. Ze zijn volledig gebakken. Dus zeker niet langer bakken, dat is heel belangrijk. En altijd afkruiden terug met een beetje oregano en wat zout en citroen erover en die is klaar.